Goedemiddag. Een 31-jarige squalmaster van de basisskwallen Lietse Wieman in Twiesel is oanholden op vertinking van het in bezit hebben en verspreiden van bennenporno. De inwenner van Boetenpost had 2 weken vastzitten, maar is nu weer vrij. De politie kwam hem op het spoor via een internationaal bennenporno-onderzoek. Op de computer van de squalmaster is een grote partij bennenporno voen. Het liep erop dat de man zelfs geen foto's en filmpjes maken had van Ben of ze fysiek misbruikt had. Ouders van de squalben ben verliende weken toons die al terug borgmaster van der Swan informeren hoe de aanhouding. Ondien, alle keer, er was een, het was een trieste sfeer en schrokken. En Maar wat zeiden de ouders, Bigelix? Nou, in eerste instantie niks, want je bent geworden voor de fien. Een 68-jarige Ljouwer is stongen uit erbij vjochterij op de Wezen in de stad, slim verwoende rekken wie. Het slachtoffer hier is 9 in maaie klappen kregen van een 32-jarige stedsgenoot. Met zware verwoening zo'n holle is de Ljouwer oerbracht naar het academisch ziekenhuis in Grains. Daar had er wieken in coma line en is er Arune Vreed stoorn. De man die de klappen uitdeelde is op de jong van de mishandeling wol aanhouden, maar op dit stuit weer vrij. Sectie moet nu uitwezen wat de deedsoorzaak west had. Op grond van dat onderzoek wordt de verdachte mogelijk vervolgen. De kwaliteit van molkenbitten van bijen onder de saaizier is een groot probleem. Haast 1 op een fjouwbijen had gotjes of rotte tosken. Dit is een foto van een gebit van een bijen van fjouwerier. Heel niet vaker worden toskendokters geconfronteerd met minne bennengebitten. De problemen zijn dat de kinderen te veel zoetigheid krijgen door de dag heen. Dat het poetsen misschien hier en daar niet helemaal goed gaat, maar het zit vooral in de voeding. De GGD en het MCL beziek je met een verlichtingscampagne de problemen onder de aandacht te brengen. Omdat Ben dan op jonge leeftijd al een pittige behandeling hematte, werd de angst om naar de toskendokter te gaan alleen nog maar grutter. En sound ziet er weer een nieuw probleem, want net hier houdt van boarin. Ik net. Van de extra stedengeerkomsten over de afval van Juster is de Haanser politiek net volle wiezer worden. En daarom overwaagt het college van Haans nog hield iets juridische stappen in de provincie. De Haansers willen dat de provincie de afvaloven tijdelijk stilhoudt. Ze vinden dat er nog een soort onduidelijk is over wat er uit de piep komt in de inregelingsfase van de oven. Ze wachten nu nog op de officiële motivatie van de provincie en zullen dan zien hoe juridische stappen ze nemen kunnen. ProRail zet op verschillende risicoplakken in Friesland stekken en schrikcamera's deel om het al zelfsdedingen bij het spoor weer om te brengen. In Usland binden er alle jaren zo'n 184 mensen die haar bij het spoor te kwaad doggen. Ik zal ProRail borden plaatsen, maar daarop informatie over helpdiensten. ProRail wil net zissen werd de risicoplakken in uw provincie krijgt binnen. Een jongen van 12 jaar van Watwaarde had bekend dat hij brandmaken had in de bosk bij de Hanepalen. Hier in Watwaarde het verschillende keren brandwest, kreeg in de periode dat het verschrikkelijke droeg wie. De brandwacht wist het onstutse wie, elke nieuw wie dan ik extra alert. Na tips van mensen die de hoen uitlitten in de bosk, kwam de politie op het spoor van de jongen. Ja, gezien zijn jeugdig karakter ben ik in gesprek gegaan met hem en met zijn ouders. En ik heb met hem gesproken en in het bijzijn van zijn ouders heeft deze jongen inderdaad bekend dat hij dus 1 brand hier in het bos heeft aangestoken. En die oren? Het komt niet direct bij. Het kan best zijn dat er meerdere jongeren zijn geweest die hier toch met vuur hebben lopen spelen. Alleen dat is nog in onderzoek. De jongen wordt onmelden bij de helpverlening. Wapensammeler Teken Visser uit Dokkum stapt naar de rechter. Verliende wieken waren explosieven van hem in beslag namen en daar ontploffing bracht. Meneer Visser giert net om gevaarlijk wordt. Hij wil nog yield zijn voor de emotionele skeer die hij terug de politieactie oproen had. Het huis van Teken Visser in Dokkum is eigenlijk een museum in het Lietz. Hij samelt al meer dan 20 jaar alles wat maar de Tweede Wereldoorlog te krijgen heeft. Ik wapens en munitie, maar alleen onkleer maken. Vlietenwieken vond de politie voor de derde keer illegale munitie en explosieven bij hem thuis. Neffens Visser is dat net weer. Hij wil nog een skeervergoeding. Ze haar zelfs denken dat ik een mooie samenhang heb. Dat het onzichtelijk is. Dat ik er een hele studie van maken ga. Ik kan overal wat over vertellen. En ik ga nou echt wel een keer meer nodig. Ik wil je nou wel werk van mij te houden. Ik ga het nou wel helemaal gaan met die man. Het waar dan nog. Vannacht is het 6 of zo graden en is er kans op mist. Morgen bleef te droog en is het zinneskien waar. De temperatuur leidt dan tussen de 18 en de 20 graden. En ons het nijs in het kwad aanstom. 6 uur ben we er weer. Maar meer en oornijs. Graag. Want dan.